Dames en heren, FCC Nijkerk, Tristan van Bovenkum, FCC Waalwijk, Ezra Nieuwenhuizen. We hebben het wiel samen tekenen met Sibrand Faber. Unitas Assen met Dieter Ridderstap. FCC Leeuwen met Stijn Dreijers. De Flying Bikes met Mees Timmers. FCC De Vaart met Pim Palmers. En Alex Nuland, Koen Nijssen. Ja, ik heb gehoord dat dit nu wel heel content is. En dan zijn we vertrokken, je hoort. Het is Koen Nijssen die al snelste weg is. Maar waar zit Pim Palmers dan? Hij zit daar heel dichtbij. Hij zit daar op die tweede plek. We gaan kijken naar Sibrand Faber, want die heeft zich wel mooi naar voren weten te kloppen. Zit daar op die derde positie. En dan wordt het daar vooraan spannend hoor. Want Koen en Pim zitten ontzettend dicht bij elkaar. Dan wil Palmers daar dan nog een plekje op gaan schuiven. We gaan even iets verder naar achter kijken. Barendrecht zit er namelijk ook nog bij op die vierde plek met Ezra Nieuwenhuizen. Maar helemaal vooraan is het nog steeds Koen Nijssen. Is het nog steeds Pim Palmers op 2? En is het daar dan inderdaad ook nog steeds die 8-51? Jazeker, het is Sibrand Faber daar nog steeds op die derde plek. Maar winst vandaag in de promotieklasse gaat dus aan Koen Nijssen.